We zijn op onderweg naar de kooi van Pen, naar het kooihuisje. Wat is dat voor iets bijzonders? Ja, de kooi van Pen is de grootste en de mooiste kooi van de wereld eigenlijk. En er was een heel oud kooihuisje van de kooiken van vroeger. En dat is eigenlijk ons onderkomen. En daar gaan we dus elke dinsdag naartoe. En dan met een stel vrijwilligers zijn we daar aan het werk. Wat gebeurde hier nou vroeger? Hier werden eenden gevangen of eenden gelokt om voor de verkoop. Er waren tamme eenden die zwommen in de grote kolk hierachter. En wisten dat ze gevoerd werden. En die wilde eenden die dachten, hé, daar is voer te halen. Dus die vielen dan op die plas neer. En de kooiker had een hondje. En dat hondje dat heeft een witte pluim aan zijn staart. En dan begon hij de eenden te voeren. En die tamme eenden die weten het. En die wilde eenden, want een eend is heel nieuwsgierig van nature. Die dachten van, en er is voer en er is wat te doen. Dus die zwommen zo achter de tamme eenden aan, de pijp in. En dan achter in de pijp, daar stond de kooiker te wachten. En die draaiden ze in de nek om. En dan gingen ze letterlijk en figuurlijk dus de pijp uit. En dan werden ze verkocht. Dit is het kooihuisje van vroeger. Ja, van vroeger. Het is nu het verblijf van de vrijwilligers. En echt heel veel oude elementen kunnen we nog terugvinden. Ja, als je goed om je heen kijkt, dan vind je nog een oude pomp, het brilletje van de kooiker, gereedschap wat hij gebruikt heeft, het oude kolenkacheltje. Dat is allemaal zo blijven staan. 10 jaar geleden zijn een aantal vrijwilligers bij elkaar gekomen. Die hebben gezegd, goh, het is toch zo jammer dat zo'n uniek stukje Nederland verwaarloosd wordt. Dus zijn we met z'n allen hier aan het werk gegaan. Eerst zonder gereedschap en... Maar iedereen had wel wat inbreng, een hamer, een oude zaag. En zo zijn we geleidelijk aan begonnen om alle vangpijpen en alle kolken weer te restaureren. En nu doen we het alleen omdat we het zo geweldig mooi vinden om hier te werken. Maar hij heeft geen functie meer, de kooi. De eenden komen ook niet meer terug? Nou, we zijn bezig. Als proef hebben we vorig jaar 10 eenden zelf gekocht. En we hebben een makkenhok gemaakt, want een tamme eend wordt ook een makke eend genoemd. En proberen we die met een voerautomaat weer tam te krijgen. En dan hopen we dat misschien volgend voorjaar de wilde eenden weer terugkomen naar de kooi. Zou wel heel mooi zijn. Is dan ook weer de bedoeling dat ze gevangen gaan worden? Nee, ze worden niet meer gevangen. Nee, dat is niet meer van deze tijd.